Niet alleen de eindklassering dit seizoen toont veel gelijkenissen. Ook vorig seizoen hielden De Dijk en OSS 20 gelijke tred. Beide haalden toen de na-competitie. En de Amsterdammers en de ploeg uit Os werden allebei uitgeschakeld door Vlissingen. In dit tweeluik moet er in ieder geval wel verschil worden gemaakt. De opening is goed voor OSS 20. Maar spits Tony de Groot kan net niet met zijn schoenmaat 45 bij die bal. Opnieuw de thuisploeg aan de aanval. Aan de rechterkant van het veld. Ferdy van den Berg zet voor en weer de Groot. Kansrijk. Hij kan zijn voet niet tegen die bal krijgen. En dus blijft de Dijk leed bespaard in die openingsfase. Dit is de eerste kans van de bezoekers. Dennis Kaas springt wel hoog. Maar kan zijn kopstoot geen richting geven. Knap aanvallen. Nou ontstaat er een kans en is het gelijk raak door Pijnenburg. 20 minuten gespeeld. En OSS 20 op voorsprong. Prachtige kaats. Dan is Woudenberg te laat en Pijnenburg attent. Die schuift de bal simpel langs keeper Veenboer. Verschragen klimt er in de rug bij de Groot. Maakt veel overtredingen in de eerste helft. Verschragen heeft moeite met die spits. En hier heeft Veenboer moeite met die vrije trap. Maar ze is gelukkig wel net attent genoeg. Tayeb. Als er veel druk is van de Dijk, verspeelt Tayeb onhandig die bal. En dan ontstaat er heel veel ruimte aan de rechterkant van het veld. Grote kans. Veenboer redt in eerste instantie nog. Maar Bob van Lid zorgt na ruim een halve spelen voor de 2-0. Grote zorgen dus voor de Amsterdammers die bovendien erg slecht spelen. Het vermaarde positiespel komt er nauwelijks uit. Dit is eigenlijk de eerste keer met Lindenberg en Zwarthoed. Een schotje en er zijn er al 38 minuten gespeeld. Deze Dennis Kaars ook nog niet gezien. Hier is zijn eerste actie, zorgt hij wel dat de Dijk de eerste echt goede kans van de wedstrijd krijgt. Zwarthoed verzilvert die kans wel gelijk. Niet eens zo'n bijzonder goede vrije trap, maar de doelman zit er niet goed uit. Men zou zeggen een heel belangrijk uitdoelpunt. Die tellen alleen niet dubbel. Maar hij komt denk ik wel twee keer zo hard aan, zo op slag van rust. Maar hier, kort in de tweede helft, alweer de 3-1. Ongelooflijk, wat staat die Jori Koel vrij. Hij is 2,10 meter lang. Je zou hem toch niet over het hoofd moeten zien. Maar het gebeurt wel. Niemand van de Dijk om hem heen. En zo de marge alweer hersteld tot 2. Tayeb. Als Chedadi hier komt, die is ingevallen voor de geblesseerde Sabayo. Een aardig schot, niet meer dan dat. Maar de druk neemt wel toe van de Dijk dat na die 3-1 beter is gaan spelen. Verschragen. Ook weer een teken dat de Dijk naar voren verdedigt. El Amrani. Kaas, als er voor het eerst ruimte voor hem is, Kaas. En dan is het ook voor het eerst gelijk raak. Ze weten bij OSS 20 dat je die Dennis Kaas geen ruimte moet geven. Dus creëert hij het zelf. Dat lukt hem voor het eerst deze wedstrijd. En hij zorgt voor de 3-2. Een belangrijke treffer natuurlijk voor de Dijk. Wat gebeurt er hier? Een schop. Dan gaat Mats Huygenvoort er vanaf. Die heeft al geel en krijgt hier direct rood. En is dat een terechte beslissing van scheidsrechter Puts? Het lijkt me wel. Krankzinnig inkomen. Neemt het risico een speler te blesseren. En dus daar staat daar maar één straf op. De rode kaart. De Dijk dan tegen 10 man met Kaars. 24 doelpunten maakte hij in de reguliere competitie. Dit had ook wel een treffer mogen zijn. De Dijk op jacht naar de gelijkmaker geeft dan wel ruimte weg. Voor deze invaller Airi Sadal had er toch wel ingekund. Dan had het verschil weer 2 geweest. Had de Dijk een grote kloof moeten slaan volgende week. Dat is nu niet het geval. Zeker niet als Zwarthoed hier de 3-3 maakt. Zijn tweede van de wedstrijd. De Dijk naast OSS 20. Goeie combinatie. Zwarthoed profiteert van het doorlopen van Kaars. Tayeb. Daar is Kaars weer. Kaars, goed schot hoor. Nou, ook een goede redding. Ja, op 300 meter van het geboortehuis van Vincent Janssen scoort de Vincent Janssen van de hoofdklasse. Want zo kan die topscorer Dennis Kaars toch wel noemen. Bijna zijn tweede treffer van de wedstrijd. Absolute slotfase dit. Tayeb Zwarthoed. Hij bijna met zijn hattrick.
Dat niet, maar dankzij zijn twee doelpunten speelde Dijk met 3-3 gelijk tegen OSS 20.